Hoi, Babyliss is uitgekomen met een aantal nieuwe föhns met een professionele AC-motor. Dat zie je ook wel bij kappersföhns. Hier heb je er twee. Deze ga ik aan je laten zien en deze mag ik verloten aan één van jullie. Dus blijf kijken om te zien hoe jij kans kan maken op deze föhn. En als je gewoon benieuwd bent hoe die werkt en hoe ik even de föhn ga testen. Ik weet hoe gek jullie zijn op unboxing video's. Ik heb er zelf niet zo heel veel mee, maar ik ga dit unboxen voor jullie. Ik zal nog eerst even laten zien wat erop staat. Dit is de 2300 watt The Pro Red föhn. Het hele ding hiervan is dat het motortje dus hetzelfde is als bij de grote kappersföhns. Nou heb ik een föhn, die heb ik al 5 jaar denk ik. En er zat laatst een barst in. Dus het komt precies op het goede moment. Dus laat ik hem even testen. Oh, unboxing. Openmaken. Ik heb hem zelf nog niet getest hiervoor. Haal dit eruit. Kijk, ik ben hier gewoon echt niet goed in om unboxen. Okay. Hier zit in de föhn en een stuk zacht squeaky Fimo spul. Ah, dat is hem. Mooi ding. En daarbij zitten er ook nog 2 opzetstukken. Oh ja, eentje is breed. Hier, als je ze naast elkaar zet. Deze is wat groter, zeg maar. En er zitten ook nog wat papiertjes in. Nee. Ik ga het echt met opzetstuk doen. Ik kan er altijd zo opdraaien. Zo, ja. Zoals je ziet, hij heeft 3 standen. Ja, 3 warmtestanden en 3 snelheidsstanden ook. Ik heb hem even in stopcontact gedaan. Dit is... En dit is warmte. Hij staat nu op koud. En dan heb je warm en heet, zeg maar. Ik ga het testen door mijn haar stijl te maken met een platte borstel. Heb ik ooit wel eens een tutorial van gemaakt. Nou, nu een soort mini-tutorial dus. Ik gebruik een beetje serum in mijn haar. Zodat mijn haar beschermd is tegen de hitte. En dat het mooi glad wordt ook. En ik heb natuurlijk al redelijk stijl haar. Maar met de föhn kan je het altijd net iets mooier maken. Alsof je echt van de kapper komt. Ik steek even mijn haar op. Ik zet hem op de warmste stand en dan de eerste snelheid, zeg maar. En dan ga ik gewoon zo, pak mijn platte borstel en zo eroverheen met de föhn. Oké, ik hoef er maar 2 keer overheen, dan nu de andere kant. Oké, de onderkant is klaar. Dat ging echt super snel. En nu ga ik de bovenkant doen. Even 1 kant losmaken. Zo. En nu precies hetzelfde. Dus ik doe zo die borstel. En dan hou ik de föhn er tegenaan. En dan ga ik zo naar beneden. Oké, ook dat is echt in 1 seconde gedaan. Ik ga het een heel klein beetje naar binnen flippen. Dus een beetje föhnen en dan zo draaien. Want nu is het echt heel erg recht, zeg maar. Dan doe ik zo. Föhn erop en dan draai je dus. Oké, andere kant. Oké, mijn haar is nu klaar. Dit heeft me nog minder dan 5 minuten gekost in totaal. Ik denk... 2 keer beneden, 2 keer beneden, 3 keer boven, 3 keer boven eroverheen en klaar. Ik heb een klein beetje een soort flip erin gedaan zo, want anders was het echt kaarsrecht. En ik ga even een andere scheiding doen. Oh, dit is de ultieme test. Ik heb superveel kruinen, dus ik ga dit nu die kant op föhnen. En dit gaat de hele tijd terugveren. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb er niks in gedaan, geen gel of mousse of wat dan ook. Maar gewoon dit plukje zo houden en dan föhnen. Nou, hij blijft wel zitten. Kijk. Het is niet dat dat ene plukje weer losgaat. Oké. Nee, het is, dit is zeg maar mijn korte ontdekking, review. Nee, niet echt. Zeg maar mijn eerste indruk van deze föhn. Ik vind hem erg fijn. Wat ik ontdekt heb tijdens het föhnen is dat hij heel goed zo op die föhn past. Of op die borstel past. Dus dit bovenstuk
zit lekker of zo. Ik kan niet uitleggen. Als je zo doet dat hij goed op die borstel blijft zitten. Nou, ik heb het nu niet getest met mijn haar drogen. Ik heb het getest met mijn haar glad maken. En dat is altijd veel moeilijker met een goede föhn. Want, weet je, je haar kan nog droog worden van de föhn. Maar als hij eenmaal goed je haar kan stylen, zeg maar, dan is het wat mij betreft een goede föhn. Omdat sommige föhns, daar ga je mee glad maken en dan krijg je helemaal frizz en zo. Nou, bij deze valt het dus mee. Eigenlijk, ik heb gewoon geen frizz. De filter achter, die kan je er dus afhalen. Oh, nou, zo dus. En dat is handig, want hier komt nog wel eens troep in. En dan kan je hem af en toe een beetje schoonmaken. Dat is het. Ik moet zeggen, ik ben er blij mee nu ik voor het eerst mijn haar gewoon ermee geföhnd heb. Ja, goed resultaat. Dus hij gaat lekker mee naar huis. Niet geheel onbelangrijk, de prijs. Hij kost €89,99. Dan mag ik deze leuke föhn verloten. Dit is de Babyliss Brushing Styling iPro 2000. Het is een andere föhn dan die ik heb gebruikt. Maar ook dit is er eentje die zo'n goede nieuwe motor heeft. En die mag ik dus verloten. Wat moet je doen om kans te maken op deze föhn? Reageer op dit artikel hieronder met waarom jij vindt dat je deze föhn moet winnen. Zet erbij wat voor type haar je hebt. Zeg maar. Maak er een leuk verhaaltje van. Iets met föhnen, haar, winnen. Leuk verhaaltje. Degene die ik het leukst vind, die wint deze mooie föhn. Daar stuur ik dit naartoe. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie mijn korte review leuk vonden. En ik hoop dat jullie meedoen met de winactie. En bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel weer.